Volgens de Woonbond zijn de huurprijzen van sociale woningen enorm gestegen onder het beleid van kabinet Rutte 2. Oorzaak hiervan is de ingevoerde verhuurderheffing. Een heffing die sociale verhuurders af moeten dragen aan de overheid en die op kan lopen tot 2 miljard euro per jaar. Thales en Portaal, verhuurders van sociale woningen in Nijmegen, geven aan dat de stijging in huurprijs de afgelopen jaren minimaal is geweest. De huur van bewoners die onder een bepaalde inkomensgrens zitten, zal ook in 2017 niet verhoogd worden. De huurders van Thales die boven deze grens zitten, kunnen in 2017 wel een hogere huur verwachten. Portaal zal de huur verhogen aan de hand van het inflatiecijfer van Nederland. De Woonbond zegt dat een nieuw kabinet een streep moet zetten door de verhuurderheffing en radicaal moet breken met het beleid van de afgelopen jaren. Alleen zo kunnen de huurprijzen weer omlaag gebracht worden. De Nijmeegse wijk Willemskwartier bestaat vrijdag 100 jaar. Om dat te vieren is een speciaal boek geschreven over de geschiedenis van de wijk, dat door wethouder Helmer uitgereikt zal worden aan de oudste en jongste bewoner van de wijk. Het boek is gemaakt door de wijkraad Willemskwartier en verschillende bewoners uit de wijk. Verder is er vrijdag onder meer een fototentoonstelling te zien en wordt er 's avonds een feest georganiseerd in het Hert.